Yo mensen, welkom dat je kijkt naar een nieuwe Q&A. Kijk eens, dit is alweer tijd geleden dat ik Q&A heb genomen. Ik ben vandaag met Yoshi en met Wario. Wow, oké. Dat is toch goed. We gaan het hebben over de drie Champions League comebacks van de afgelopen 3 jaar. Eerst te beginnen met Paris Saint-Germain, Barcelona. Barcelona stond met een 4-0 achterstand, moesten thuis voor een stunt zorgen. En dat lukte. Ja! Dat lukte inderdaad. Het werd maar liefst 6-1. Voor Barcelona tegen Paris Saint-Germain. Omdat zij waren vergeten nog een uitgoal te maken. Ja, 6-1. Verrassend. Ja, geloof ik in de laatste 3 minuten geloof ik 3 keer gescoord in die wedstrijd. Zonder geloof ik pas maar 2-0 bij de rust. Dus ja, kijk eens. Het werd gewoon verrassend 3-1. Ja, dus ik denk dat het inderdaad wel moeilijk scheelt, ja. Op nummer 2. Nou, pa! Op nummer 2 had je AS Roma en Barcelona. En hoe vindt eigenlijk, jongens, dat ik... dat we onze contract hebben verlengd, ja. Ja, leuk. Leuk met het thema verhalen, dan zijn we nog een seizoen bij de thema verhalen te bewonderen. Ja, maar goed, we gaan verder. Nog weer dat ik een YouTube-kanaal heb. Hartstikke leuk. Oké, dan nog een vraag. En die is voor Wario. Wario, wil jij meedoen aan het thema van? Absoluut. Ja. Oh, Boody staat ervoor. Oh, ik ben Spooky. Niet bang zijn hoor. Het is Boomer. Goed. Laten we kijken. Kijk eens, ik heb goed nieuws voor jullie. We gaan ook door met Mario versus de Schurken en de Minecraft. Met 2 jaar hebben we hem verlengd. Goed hoor. Ja, absoluut. Dus ja, inderdaad. Blijkt het wel iets goeds te zijn? Ja, ik hoop het wel. Oh my god. Oh my god. Ja. Zeker, hè? Ja, kijk eens. Zo doe ik wel nog iets. Maar goed, kijkers. Vind je het lekker, Yoshi? Ja, leuk hoor. Lekker hier, Q&A. Waarom doe je nou zo lang met de voetbalverhalen? Ik heb het een beetje druk met Champions League finale. Meisje, yo! Dat was gisteren. Ja, toen zat ik op de 3 comebacks terug te kijken, ja. Dat vond ik echt ongelooflijk, ja. Dan gaan we naar deel 2 toe. Barcelona-Roma. Het stond 4-1. Voor Barça, iedereen denkt dat Roma ligt eruit. En dan wint Roma thuis met 3-0. Ja, dat was ongelooflijk. Ik kon het gewoon niet bevatten. En deze maand, vorige maand, 1 mei had je Barça-Liverpool. Dat werd 3-0. Iedereen denkt Liverpool ligt eruit. En dan win je zomaar thuis van Barça met 4-0. Dikke vette pies hoor. Ja, dat bedoel ik dus ook, ja. Inderdaad. Lekker als die lekker voelt, kijk eens.